Voor vrouwen, door vrouwen. Dat is het motto van Stichting Vrouwenrechtswinkel Nijmegen. De Vrouwenrechtswinkel Nijmegen wordt gerund door enthousiaste vrouwelijke rechtenstudenten. De studenten zetten zich vrijwillig in om vrouwen uit Nijmegen en omstreken te voorzien van gratis juridisch advies. Veel zaken gaan over scheiding. En we merken toch wel echt dat vrouwen het wel prettig vinden dat zij hun verhaal kunnen voorleggen aan een andere vrouw. En we hebben zelf ook wel heel erg het gevoel dat als wij er niet waren geweest, dat ze misschien geen juridisch advies hadden ingewonnen. Ja, we hebben ook warm contact met advocatenkantoren. Ook wel met, we hebben ook contact bijvoorbeeld met de gemeente. Zij hebben ook allerlei instanties, bijvoorbeeld buurtbemiddeling. En zo kunnen wij ook de vrouwen die dat nodig hebben doorverwijzen naar een andere instantie. Vrouwen kunnen hier terecht voor advies over allerlei onderwerpen. En soms biedt de vrouwenrechtswinkel gewoon een luisterend oor. De meeste onderwerpen die hier voorbij komen zijn zaken over persoon- en familierecht. Veel vragen gaan over hoe het eruit ziet als je gaat scheiden. Of vragen over een verlofregeling, dus meer het arbeidsrecht. Maar eigenlijk kunnen we alle rechtsgebieden wel behandelen. Het is ook helemaal goed als vrouwen niet echt een specifieke juridische vraag hebben, maar gewoon hun situatie willen voorleggen en even horen van iemand hoe iemand anders er tegenaan kijkt. En we zien dat vrouwen daar ook al heel erg mee geholpen zijn. De studentes nemen de tijd om echt naar het verhaal en de situatie te luisteren. Ze krijgen daarom ook regelmatig een bedankje. Ja, we krijgen regelmatig mailtjes van vrouwen dat ze vertellen dat ze het heel fijn vonden. Vooral dat ze dus hun situatie aan ons kunnen voorleggen. Maar ook heel vaak dat ze er wat aan hebben gehad. Dat zien we ook soms terug als we bijvoorbeeld een donatie krijgen. Dan krijg je toch wel de bevestiging dat wat je hebt gedaan, dat ze daar heel erg mee geholpen zijn. Nou, voor ons is het zo dat, omdat wij dus allemaal rechtenstudenten zijn, dat wij kunnen er de praktijkervaring op doen. En wij hebben er ook de tijd voor. Wij nemen ook ruim de tijd voor mensen die op het spreekuur komen. Wij kunnen ervan leren en zij kunnen dan profiteren van gratis juridisch advies.